Het wassende water, het rukt maar op, het wordt steeds en steeds hoger. Hier een bok hoog, redden wat er te redden valt. Even nog een nooddijk aanleggen op het laagste stuk. Om zodoende te proberen dat het water niet in de maïs terecht komt. Want als deze onderloop is 18 hectare helemaal verloren. Het zou wel een hele dure schade kunnen zijn. Het is wel een beetje beangstigend hoor.